Laten we bij de heer De Roon heeft nog een interruptie. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, toen ik naar de inleidende woorden van de heer Baudet luisterde, toen dacht ik eigenlijk, dadelijk gaat hij zich bij D66 aansluiten. Maar even later, toen het over Rusland en Oekraïne ging, toen bleek toch dat dat meer niet het geval was. Maar nu ga ik even naar het slot van zijn betoog, want dat komt er dus eigenlijk op neer. Het is, nou ja, hij gebruikt nog wel het woord misschien, maar hij zei toch wel beter om de andere wang toe te keren aan Hamas. Daar kwam het eigenlijk op neer. En dan houd ik meneer Baudet toch maar weer een keer voor dat als de ene partij een oorlog begint te voeren op het land van een ander en je reageert daarop met we doen niks terug, we gaan de wang toekeren, dan heb je de oorlog al verloren. Dan heb je al verloren, meneer Baudet. En dat maakt dat Israël zoiets natuurlijk niet zou kunnen doen. En daar komt nog bij, en ik herhaal dat nog maar even uit mijn eigen inleiding. Wat het doel van Hamas is, is datgene wat ik heb geciteerd van een van die oprichters van Hamas. Er zullen straks geen Joden en christelijke verraders meer zijn op de hele wereld. En als je dus je wang toekeert naar zo'n Hamas, dan weet je dat de ellende alleen nog maar heel veel groter gaat worden. U heeft gelijk dat anderen dat geweld toepassen om Hamas uit te schakelen. Dat kan ook tot ellende leiden. Maar naar mijn mening is het wel noodzakelijk. Mijn vraag nu is, waarom bent u nou zo'n dimmy geworden ineens? De heer Baudet. Waarom vragen zijn altijd moeilijk te beantwoorden natuurlijk. Ik denk dat, stel je nou eens voor dat inderdaad Israël had gezegd, oké, dit is verschrikkelijk. Wij gaan nu een week in rouw. We gaan natuurlijk de grenzen opnieuw heel goed beveiligen en bewaken. Maar wij gaan niet meteen keihard terugslaan. Stel je nou eens een wereld voor waarin dat zou zijn gebeurd. Waarin leiders verslagenheid zouden tonen. Misschien was dat wel veel beter geweest voor Israël. Ik denk dat de moral high ground die Israël daarmee zou claimen, zou enorm zijn. De hele regio zou niet goed begrijpen wat er gebeurt. Iedereen komt in een raar pakket. De vredesbesprekingen met Saudi-Arabië, of in ieder geval waar Saudi-Arabië aanwezig was, zouden door zijn gegaan. En vervolgens moet je natuurlijk gericht reageren. Ik snap dat je de daders wil opsporen, dat je de mensen die ten gijzeling zijn genomen, dat je die wil gaat bevrijden. Ik snap dat je daar gericht absoluut op moet reageren. En dat zal ook iedereen begrijpen en steunen. Maar ik kan me voorstellen dat er een ander pad zou zijn dat Israël zou kunnen bewandelen, wat inderdaad veel meer resultaat sorteert. Want de huidige pad, ik zie alleen maar meer bloedvergieten, meer ellende, meer verschrikkingen over en weer, meer instabiliteit. En ik maak me daar enorm grote zorgen over. Dank u wel. Toch nog aanvullend, de heer De Roon, gaat er gewoon. Ja, voorzitter. De heer Baudet zegt, als Israël nou gewoon de andere wang toekeert, dan komen ze op een moral high ground. En dan zullen ze in die hele Midden-Oostenregio totaal in verwarring zijn. Ik denk dat ze helemaal niet in verwarring zullen zijn. Ze zullen alleen maar denken, wie zwak is, wie zich niet verzet tegen dit onmenselijke geweld, dat dit is een zwakkeling, en die zullen we nog verder, steviger, harder en diepgaander aanpakken. Dat is wat er gebeurt in die wereld daar. En u geeft er blijk van, naar mijn mening, meneer Baudet, dat u daar geen kaas van heeft gegeten wat de mentaliteit in die regio is. Ik kan alleen maar constateren dat u eigenlijk nog verder achter die maan verdwenen bent dan waar mijn fractievoorzitter het onlangs al over had. Dank u wel. De heer Baudet. Ja, ik ken dit standpunt. Ik heb het ook heel vaak gehoord en ik heb ook zelf er een tijd in geloofd. Maar ik ben daar van teruggekomen. Ik denk dat het overgrote deel van de mensen in de islamitische wereld, de Arabische wereld, houden van hun kinderen, houden van de mensen in hun omgeving, vrede willen, niet
bloed. Ja, u zegt nu ze willen bloed. Dat, ik deel dat, dat wereldbeeld niet, of niet meer. Ik geloof niet dat het zo in elkaar zit. Ik geloof dat dit wij-zij denken en dit tegen elkaar uitgespeeld worden op deze manier. Van zij willen bloed, zij willen alleen maar. Het enige taal die ze verstaan is geweld. Dat is niet mijn ervaring die ik heb opgedaan in de jaren waarin ik me ben blijven ontwikkelen. Sinds de korte periode na 9-11, waarin ik, net als de PVV, maar die zit nog steeds in dat wereldbeeld, me liet meeslepen in dat goed-fout denken. Ik ben daarvan teruggekomen. Ik denk dat het de oorlogen die Amerika gevoerd heeft in Afghanistan, Irak, Libië, Syrië, noem het dan maar op, gigantische blunders zijn geweest. Ik betreur de doden die daar zijn gevallen, de destabiliteit van de regio die het tot gevolg heeft gehad, de greep van de surveillance-staat over onze levens, onze privacy, de Patriot Act, noem het allemaal op, alles wat daar gebeurd is. En ik vind het vreselijk dat zoveel gewone mensen daar slachtoffer van worden. En ik kan me niet voorstellen dat dat tot meer liefde en verbinding en vreedzaamheid leidt. Elke bom die je gooit, plant weer de zaden voor een tegenbom. En de enige manier hoe we hier toch uit kunnen komen. Kijk, als je de logica van de PVV volgt, dan kom je in een soort uitroeiingsoorlog, een extermination war terecht. Dan moeten al die mensen dood of zo. Dat is toch, wat is dit nou voor een manier van kijken naar de wereld? We moeten toch samen rooien met elkaar. We moeten toch begrijpen dat we uiteindelijk dezelfde vijand hebben in de zin van leiders die geld verdienen aan oorlogen, leiders die mensen willen onderdrukken, organisaties die dat willen. En we moeten zorgen dat we dat leiderschap veranderen in de vorm van Hamas. Ben ik het mee eens? Natuurlijk, dat is een vreselijke organisatie. Maar je kunt toch niet al die Palestijnse mensen, al die Arabische mensen op die manier over één kam scheren? Dat is toch volstrekt niet realistisch. Zo zit de wereld niet in elkaar, zo zitten die mensen niet in elkaar. Dank u wel.